Betankvereniging Grand Cru 82 gaat gewoon door, ondanks de coronamaatregelen, want ze hebben zich heel netjes aangepast. Ik ben hier met penningmeester Dodi Henze. En zij kan er het een en ander over vertellen natuurlijk. Ik ga er even wat vragen stellen hoe ze dat nou voor elkaar hebben gekregen om toch door te kunnen gaan. Ja, dat kan. Zodra de nieuwe maatregelen komen, dan gaan we kijken wat voor ons nog mogelijk is. Ga ik ook eerst naar de site van Leidschendam-Voorburg en naar de site van onze bond. En dan kijken wat de mogelijkheden zijn en dan passen we de trein aan. Door meer lijnen te maken, want ze moesten in vakken spelen. En nu hebben we wel meer lijnen gemaakt, dat we meer vakken hebben, want je speelt nu 1-1. En normaal speelden ze 2-2 of 3-3. Maar dat mag niet meer, er mogen maar 2 mensen in een baan. Dus we hebben wat meer vakken, zodat ze toch 1,5 meter afstand kunnen houden. Dat is het grootste item, hè? 1,5 meter afstand. Ze kunnen wel binnenspelen en hebben maar 6 banen ter beschikking. Hierdoor, normaal hebben we 12 banen ter beschikking. Maar omdat we er maar 6 hebben, dan kunnen er 12 mensen binnen als het regent. En wat moet je dan tegen die andere 30 zeggen? Dus we hebben nu gezegd, jongens, zolang deze maatregelen van kracht zijn, is het gewoon buiten spelen. En we boffen met het weer. Ja. Nu zijn deze mensen zijn aan het kennismaken eigenlijk, hè, met petanque. Is het een soort van cursus en hoe lang duurt die? Zondag hadden we een cursus en die duurt 4 zondagen, 2 uur lang. En dat doen we door middel van een advertentie in ons welbekende krantje. En daar schrijven de mensen op in en dan krijgen ze 4 zondagen achter elkaar 2 uur les. En daarna mogen ze beslissen of ze lid willen worden. Het is geen verplichting als je hier les neemt dat je lid moet worden. We doen het ook om de Jeu de Boel een beetje bekendheid te geven. De secretaris van de Petanque Club Grand Cru is ook aanwezig. Hallo Sjaak. Hallo. Jij weet er veel van, hè, van petanque. Geef jij al lang les hier zo? Ja, inderdaad. Ik geef hier vanaf 1994 af geef ik hier les. In 1990 heb ik daarvoor een cursus gedaan. Die heb ik in 1991 afgesloten. En ja, bij de bond sta ik ingeschreven als trainer. Ja. Nou, ik heb het in, tijdens vakanties in Frankrijk gezien en door een Fransman meegenomen om het spel te gaan spelen. En ja, aldoende leert men. En toen men in 1982 met deze vereniging in Leidschendam begon, ben ik al heel gauw lid geworden hier. Ja. En ja, van het een komt het ander, hè. Zoals u al zei, trainer, door de tijd heen, of toen ik eigenlijk pas lid was, was al heel gauw de vraag van, goh, je bent wel handig en je bent volgens ons wel een redelijk goede scheidsrechter, dus al heel snel was ik scheidsrechter. En, ja. Ook op landelijk niveau doe ik dat. Is het een gezellige club? Zeker weten. Ja hoor, u ziet nu even de mensen hier heerlijk aan de gang. En ja, op dit moment met het corona mag er weinig. Maar we hopen dat dat weer gauw over is. Of tenminste, dat dat behoorlijk snel weer onder de knie is. En dat we volgend voorjaar hier weer heerlijk met een wijntje kunnen zitten.